Madonna hoorde je. Landelijk neemt het aantal mensen met dementie toe en in Flevoland is dat cijfer nog hoger. Dat uh, heeft ermee te maken dat wij inmiddels steeds meer oudere inwoners krijgen. Maar hoe praat je over deze ziekte? Alzheimer Nederland wil dat we het niet meer hebben over dementerende. Wendela Erbrink is netwerkregisseur dementie in Flevoland. En werkt ook voor Woonzorg Flevoland. Dan, uh, Wendela, leuk dat je er bent. Je uh, ja, dementerende zal mogen we het dus niet meer noemen. Waarom eigenlijk niet? Nee, dat is inderdaad uh, door Alzheimer Nederland een aantal jaar geleden ook uh, aangegeven, uh, het geldt ook voor het woord Oké. Okay. Uh, je moet het eigenlijk zo zien: dement en dementerend zijn eigenlijk, ja, dat zijn natuurlijk geen zelfstandige naamwoorden, maar dat zijn bijvoeglijk naamwoorden die je dus als persoons-eigenschap aan iemand zou kunnen geven, uh, terwijl het een ziekte is. Dus ja. we hebben het uh, liever over mensen met dementie. Ja, ja, mensen ja. met dementie. Mensen met dementie, dat is inderdaad, uh, ja, iemand heeft een ziekte en ja, je bent niet je ziekte. We hebben het ook niet over kankerende mensen, dus bijvoorbeeld, ja. hè, dus dat, ja. Hoe belangrijk vind je dat we het op de juiste manier, uh, hebben, dat we het de juiste naam geven, laat ik het zo zeggen? Ja, voor mij heeft dat met respect te maken. Het gaat over uh, mensen in, in het geheel en niet over een zieke. Ja, is, dit geldt trouwens voor alle ziektes. Hè? Ik bedoel, ik zit hier natuurlijk namens dementie, maar, uh, of tenminste, dat is mijn werkgebied. Maar ja, ik denk dat het gaat over respect voor mensen en uh, ook om het gesprek erover aan te kunnen gaan. Daarom willen we er ook graag aandacht voor geven. Ik werk zelf trouwens niet inderdaad bij Alzheimer Nederland, maar uh, ja, daar is het begonnen, zeg maar een beetje die lobby. Het komt ook omdat daar adviesgroepen zijn voor mensen met dementie. Die zijn daar uh, aangehaakt bij Alzheimer Nederland, en ja, daar is het echt zelf uh, vandaan gekomen bij de mensen zelf. Maar, ja, we voelen ons toch niet helemaal serieus genomen. Er wordt over ons gepraat en niet met ons. En het, ja, het label dementerende ouders. Het is toch alsof je ze een ja. beetje wegzet in een boek. Ja, hoek. dat is dan hm. inderdaad kwetsend en dat is ja, dan zit je in een groepje. Um, Patiënten en nou dat dat is het daar gaat het om. Maar ja, je zit vast wel eens ergens, en dan dan gaat het over je werk. En dan zullen mensen dat niet misschien helemaal doorhebben dat je het op nu moet zeggen mensen met dementie. Ja, ja spreek je mensen erop aan als ze zeggen dementerende? Ja, dat doe ik wel. Ja, ja inmiddels uh, doe ik dat zeker. Maar vinden ze je niet vervelend dan? Want tegenwoordig mag je bijna niks meer zeggen als het gaat om ja, woorden voor bepaalde groepen. ja dat kan ik me ook voorstellen, die reactie. Maar ik moet eerlijk zeggen dat op het moment dat ik mensen daar dan toch op aanspreek... op een, ja, ook weer respectvolle manier... en ik leg het uit, dan zie je ze echt uh, ja, van gezichtuitdrukking veranderen van... oh ja, oei, dat is wel zo. Hè? En ik denk ook vooral omdat het veel meer voor gaat komen wat je net al inderdaad noemde. Het gaat in Flevoland uh, naar de 10.000 mensen met dementie in 2040. Dat zijn we al heel snel, het is nu rond de 4.000. Ja, en uh, iedereen kent wel iemand met dementie. Dus ja, uh, je dementerende moeder, ja, ik, ik vind het niet fijn klinken. Uh, wat ik net al bijvoorbeeld zei, je kankerende moeder, dat ga je ook niet zeggen. Dus het gaat echt om um, ja, het, het beeld wat het afgeeft. Dat iemand ja, eigenlijk maar wat je denkt ook vraagt. dat het samenhangt, uh, ja. hoe je erover praat en hoe je erover denkt. Ja, ja dat is inderdaad wat er, uh, wat er toch wel wordt ervaren. Ja, en ik denk ook dat dat klopt. Dat er uh, over mensen met dementie. Uh, toch nog heel vaak gedacht wordt van, ja, die, die mensen zijn een beetje afgeschreven. Die gaan uh, geestelijk helemaal zo ver achteruit. Dat is dus niet zo? Dat is natuurlijk uiteindelijk zo, dat ze zo ver achteruit gaan dat ze, dat ze dood zullen gaan. Hè? Uh, iemand overlijdt overigens niet aan dementie, maar aan de gevolgen van, uh, van dementie. Maar het is natuurlijk met alle ziektes... Uh, want ja, wij zeggen ook eigenlijk, dementie is een, 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 ja, een chronische ziekte, maar ook een dodelijke ziekte. Het heeft een dodelijke afloop. Ja, dus voor elke ziekte geldt dit eigenlijk, hè? Ja. ja, maar goed, het, je zei het even, ja. Ja, het is dus niet zo, je moet, je moet dat respect blijven opbrengen voor, voor mensen, want het is niet altijd zo dat het alleen maar achteruit gaat. Um, iemand gaat wel uiteindelijk achteruit, uh -huh. maar dat kan natuurlijk uh, heel langzaam verlopen, zelf, ja. uh, zeker bij de ziekte van Alzheimer, wat uh, ongeveer 80% van dementie betreft, gaat het ontzettend langzaam. Mijn moeder heeft bijvoorbeeld zelf al tien jaar uh, de verschijnselen. Hij gaat heel langzaam achteruit. Dus maar, maar is uiteraard... de dementie dan eigenlijk ook een te, te grove term eigenlijk? Omdat er zo heel veel nuances in zitten? Ja, dementie is eigenlijk een verzamelnaam. Ja, voor een heleboel ziektes. Uh, dementie ja. is eigenlijk een syndroom van een heleboel verschijnselen. En um, ja, heel formeel zeggen de wetenschappers en de artsen van uh, bijvoorbeeld... Uh, Alzheimer leidt tot dementie. Nou ja. mm -hmm. Maar goed, zover willen we met de taal ook niet gaan om dat allemaal te onderscheiden. Maar iemand heeft dementie, dan heeft iemand gewoon duidelijk een ziekte, ja, ja je en, je, en je zei dus: uh, ja, uh, mensen die dementie hebben. die en nog niet heel ver uh, in, in die dementie zitten. die vinden het zelf ook heel vervelend. dat, dat je dementerend wordt genoemd. Ja, dat is inderdaad waar het doormaakt. Waar merk je dat dan aan? Dat ze dat. dat, dat ja, spreken ze zich daar ook echt over uit? Nou, uh, het is niet zo dat ik die mensen dan letterlijk ook spreek mm -hmm. daarover. Maar het is wel zo dat. binnen die adviesgroep van Alzheimer Nederland. dit heel duidelijk een thema is. Uh, is geweest en nog steeds. Uh, maar daar is het ontstaan, zeg maar. Het idee van, hey uh, jongens, let daar op. En daar is het gesprek uh, aangezwengeld. Dus ja, ik vind het zelf wel heel mooi. Want wij kunnen van alles roepen wat we allemaal niet vinden kunnen. Mm -hmm. Maar het is wel heel mooi, vind ik, dat het bij deze groepen zelf vandaan is gekomen. En toen als een olievlek is gaan verspreiden. En mensen het ook hebben herkend. Van ja, dat klopt. Ja. Dat moeten we eigenlijk niet meer doen. Merk je al verbetering? Zeker. Nee ja. echt ja, het is echt, uh, echt een enorme verbetering. Ik denk ook omdat het steeds maar weer verteld wordt, dit verhaal. Het is dus begonnen bij Alzheimer, maar het gaat gewoon ja, alle netwerkpartners zeg maar, van Alzheimer die dragen dit ook uit. Ja. Dus daardoor gaat het zeker. Ik denk zeker dat het in de rol de, de media ook wel belangrijk is. Benader je die ook? Ja, je zit nu bij ons. Maar, nee, maar dat nee. wilde ik net zeggen. Zeker in de media zien we zeker verbetering, gelukkig. Ja. Maar beschrijf je ook een, een boze brief, zou ik maar zeggen, als het misgaat? Nou, boze brief. Ik ben niet zo van de boze brieven. Van de boosheid sowieso niet heel erg. Ik vind het wel belangrijk om mensen op dingen te wijzen: Van, hé, hey, weet dat dit kwetsend kan zijn. Dus dat doe ik soms wel op social media. Zeker. Ja. We zullen proberen erop te letten. Hartstikke fijn. En denk je dat, 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 die, uh, dat, dat, dat we er dus anders over gaan nadenken... dat dat ook zal helpen bij de zorg van mensen met dementie? Ja, ja dat hopen we natuurlijk heel erg. Ik denk dat dat ook wel, wel zo zal zijn. Want uh, het gaat erom dat, wij noemen dat persoonsgerichte zorg... Hè? dat je mensen als geheel ziet, als persoon, ja, met een heleboel... Uh, ja, levensgebieden hè, waar iemand in, uh, in moet functioneren. En daarin is de ziekte natuurlijk beperkend. Maar ja, die mens is niet zijn ziekte, die is een persoon. Ja. Een heleboel. Dus in de zorg gaat dat zeker ook helpen om daar de nadruk op te leggen. Ja, dat we het weer over mensen hebben. Ja, juist. Ja. Wendela Erbring van Woonzorg Flevoland, dankjewel. En uh, we zullen het nu.